Ja, vrienden. Ja, vrienden, ja. Jullie horen het al. Ik bedoel, het is. Ik kom net van de tandarts. Ja. Hij heeft de kies getrokken. Ja. Geen geintje hoor. Nee. Dat was even veel plezier allemaal, maar goed. Maar goed, ik wilde eigenlijk vandaag wat zeggen over die Hugo de Jonge. En wat Feyenoord en zo, wat zich daar had afgespeeld. Maar ja, ik had de hele tijd zo'n ontstoken kies. En daar had ik de hele tijd last van. Dus de tandarts zei, ja, dan konden we maar eventjes gauw langs vandaag. En dan trekken we hem er even uit. Ik denk, oh god, oh god. Ik weet niet hoe lang geleden dat geweest is. Dat ze bij mij zo'n ding eruit getrokken hebben. Ja, verstandskies. Ik weet niet hoe lang geleden. Ja, ik weet niet of je het kan zien, waarschijnlijk niet, maar ik heb echt een hele opgezette wang. In ieder geval, zo voelt het gewoon, helemaal dik. Nou ja, in ieder geval, die Hugo de Jonge, die dan ineens zegt, en hoe heeft hij het nou ook alweer gezegd? Hij zegt, ja, in het stadion moet het geplaceerd zijn. Het woord geplaceerd alleen al. Sorry dat ik het niet helemaal goed kan uitspreken nu jongens, maar hey, luister er daar maar doorheen. Maar geplaceerd, alleen dat woord al, wat slaat dat op? Wat is dat? Waarom gebruik je dat woord? En dan ga je, omdat het voetbalsupporters zijn, hè? Ja. En dan zegt hij, ja, daar bedoelen we mee dat je met je kont op een stoel moet gaan zitten. Hey, Hugo de Jonge, wat is dat voor een toontje tegen voetbalsupporters? Ja, dan kom ik net van de tandarts. Dan kom ik net van de tandarts. En dan zit ik me toch weer op te winden over jou, Hugo de Jonge. Weet je, dan moet je op je kont gaan zitten. Dat zeg je toch ook niet tegen mensen die in een theater zitten of zo. Die naar een theater gaan. Of mensen die een museum bezoeken. Dan durf je dat soort dingen niet te zeggen. Maar je denkt, nou ja, weet je, dat is voetbal. Sorry. Dat is... Goed, ik krijg de zie je het? Ik krijg de veden niet uit. Haha, ik krijg de voetbalpubliek. Denk jij bij jezelf, dan kan ik het wel maken. Ja, dan kan je het wel maken. Nou Hugo de Jonge, je moet je gedragen gewoon. Want ik kom even op voor het voetbalpubliek. En voor het voetbalpubliek, dat gaat door alle lagen van de bevolking trouwens, Hugo. Dat moet jij ook weten. En dan ga je niet zo'n volksleuk populair toontje aanslaan. Van, dan moet je maar op je kont gaan zitten. Dus ik begreep die Feyenoord. Met de F heb ik hem ook jongens. Niet alleen met de V. Maar met de F van Feyenoord. Krijg ik ook die lip niet goed. Oh god, oh god. Is ook wat, het leven is toch ook behelpen geblazen soms hè. Goed, maar ik begrijp die Feyenoord supporters wel. Ja, en die zeiden, en die kwamen met zo'n groot spandoek. Want die voelden zich aangesproken, die waren boos natuurlijk. En terecht, zo hoor je mensen niet aan te spreken. Dan ga je maar op je kont zitten op een stoel. Hé, hey, Hugo. Dus er stond groot Hugo, ga zitten en je muil houden. Hé, hey, en dat stond er op een spandoek. En daar hebben ze volkomen gelijk in. Dus, Hugo, wat doen we voorlopig even? Zitten en je muil houden.